Oh, nee! Weet je waar ik nou wel eens zin in heb? Een keertje in iets anders dan normaal. We hebben hier een toren staan en het is, we moeten erbij zeggen, dit is een Jenga-toren gemaakt door mensen met een beperking. Ja, door deze mensen van de Dries, ja, weet ik veel, kijk, lees maar even. Deze mensen is het gemaakt, dankjewel. En zo naar Bibian. En met dit spel gaan wij iets speciaals doen, want we gaan de No Hands Challenge doen. Dus dat betekent dat we niet meer onze handen en vingers mogen aanraken. We hebben verschillende attribuutjes hier liggen, zoals dit. Ja, degene die toren het ongeval heeft verloren. Met beperkte attributen. Ik heb concentratie nodig. Je mag het er ook uit komen halen. Ga je door tot die val. Even kijken wat voor een attribuut ik ga pakken in deze vork. Dit is een kutvork, jongens. Kijk, daar is het scheef. Ga er ook een haartje aan. Nee. Nu al echt geranzig als het diep. Bijna. Ja, ik zag het. Oeh, hij gaat voor de randje. Nee! Oh ja. Ja, mag dan. Sorry. Plek het in nu, jong. Hij heeft ook kut dat hij zijkant eraf is. Ik kan wel niet. Kut, dat is echt lastig. Je mag toch ook een andere bakken? Mm-hmm. Gewoon weer een vork. Een vork zit erin. Huh? Wat kan dat nou? Deze valt en hier gaat hij eruit. Oeh, je hebt er bijna nog één uit. Nou, je verloren, hè? Hoezo? En er maar één uit mag halen. Komt ie. Yes! Ik neem gewoon dit ding, hoor. Mag ook met tong, hè? Oh. Oh, daar gaat het weer terug. Oh. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Hoe kun je die dan pakken? Ik denk net dat die één keer één onderuit duwen, dan lijkt hem nog zitten. Ah. Oh, nee. Jongens, terugkijken, ik heb hem niet aangeraakt. Het kwam door de wind die je zette. Het kwam door de wind. Het kwam door de wind, jongens. Kijk, ik kan een truc. Ik kan geen truc. Echt slecht. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Driestroom. Voor mensen met een verstandelijke beperking. Hier komen die blokjes vandaan. Dus.
Dus ja, deze Jenga No Hands Challenge was niet eigenlijk voor hem bedoeld. Dat was gewoon onverwacht eigenlijk. Ja. Maar in ieder geval tot zover deze video weer op dinsdag aanstaande vrijdag als het goed is weer op Sketch. En jullie kunnen natuurlijk jullie Sketch ideeën achterlaten. Ja, volg ons ook nog even op Facebook, Instagram, Snapchat en Twitter. Want ik was vandaag live op Twitter. Ik had een tosti gemaakt. Kun je nog terugzien? Kijk maar, landplanten en alle andere beschrijvingen. En heb je de video van afgelopen vrijdag nog niet gezien waarin wij tegen elkaar streden voor Songwriter? Ga dan nog even kijken, want dan kun je namelijk stemmen op wie de beste was. Dus ga even naar die video of zo. Dan kun je stemmen in een bolletje. Kijk, in een bol. Dan hebben we nog maar één ding te zeggen. En dat is... Planter! Oh, slecht gegooid. Ik zit niet op de lens.